Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We hebben vanochtend te maken met de passage van een koufront. Daardoor regent het stevig en waait het ook flink. Maar in de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen droog en dan breekt de zon door. De wind neemt dan ook iets in kracht af, waardoor we vooral vanmiddag eigenlijk een heel aardig weertype hebben. Met een geregeld zonneschijn en nog slechts een enkel buitje. De temperaturen lopen op naar 7, 8, misschien zelfs 9 graden. En daarbij waait er wel een stevige wind. In het binnenland een 4 tot 5 per voor aan zeewindkracht 7. In Vanavond gaat het opnieuw harder waaien, aan zee wordt het al stormachtig en ook de buigheid neemt toe. Later vanavond en vannacht neemt ook de kans op onweer toe, vanuit het noorden. En morgen is het dan zeer wisselvallig weer: veel wolken, veel buien, slechts af en toe zon en het kunnen stevige buien zijn met hagel, onweer en windstoten. Vrijwel de hele dag staat aan zee een stormachtige wind, windkracht 8. Ook vrijdag wordt een onstuimige dag, misschien zelfs in de ochtend een zuidwestenstorm. In de middag neemt de wind in kracht af en het is bewolkt en er zijn flinke perioden met regen. Wat dat betreft is het weekend beter, dan valt er hooguit een enkel buitje, schijnt op beide dagen de zon geregeld, maar wordt het ook iets minder zacht. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl